De controleurs van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, die zijn al langer dan een week in actie. Het zijn er een aantal zaken waarvoor zij in feite strijd voeren. Zaken die voor hun aangepakt moeten worden vanaf 2017. Maar dat blijft er steeds uit. We spraken er met een aantal van de controleurs die aangeven wat de situatie precies is, welke zaken precies spelen en waarom zij actie voeren. Remy Sousaran. Ja, heer Sousaran. Jullie zijn ambtenaren van het ministerie van Onderwijs. Welke afdeling? Klopt. Dit is de afdeling schoonmaak en bewaking. Wij zijn de controleursgroep. Ja. En wij allemaal doen controlewerk voor de scholen van de overheid. En de reden van deze spontane actie? Het gaat meer om het vervoerstoelage. Onze vervoerstoelage aanpassing is achterwege gebleven. Vanaf het jaar 2017 timmeren we aan de weg. Hoeveel krijgen jullie nu? Meneer, is heel belachelijk. 160 gulden autotoelage. In deze tijd? Nee, is belachelijk. Toch? Hoeveel gaat u kunnen rijden? Ik ga een voorbeeld geven. U hebt hier een controleur, collega van mij, die per week komt op 396 kilometer als hij een volledige controle moet doen zoals de leiding het voorstelt of zoals de regels het zeggen. Per maand komt hij op 1584 kilometer. Kunt u zich dat voorstellen? Dat zit onze leiding hier of de directeur of onderdirecteur of de minister daar. En je laat mensen rijden in deze tijd voor 160 SRD per maand. Dat gaat niet kunnen. Jullie moeten je eigen vervoer inzetten? Eigen vervoer inzetten. Ja, helemaal compleet. Eigen vervoer inzetten. Als het een bromfiets is of een auto is. Men deed zo moeilijk in de tijd. Dat men niet wilde accepteren dat de controleurs een auto mochten gebruiken. Het hield op bij fiets- en bromfiets toelagen. Na veel halen en trekken heeft men iets kunnen zeggen van oké, de auto is toegestaan. Maar kijk wat men doet. 160 SRD. 20 gulden een liter olie. En we weten nog niet wat ons te wachten staat. En waarover we nu gaan. We begonnen deze onderhandeling vanaf 2017. Toen die olieprijzen minder waren. Dan toen nog al was het niet genoeg. En dan praten we nu over deze tijd met een koers van 1 op 20 of noem maar op 20 gulden. 20 SRD een liter olie. Is niet te doen, meneer Ganes. Helemaal niet. Ik vraag me af, toch, dat toen deze minister is aangetreden, heeft ze gewacht op 6 maanden voordat ze salaris heeft gehad. Dat wij nou vanaf 2017 hier moeten staan. U bent vandaag hier, we hebben u eerder niet gecontact om hier te komen. Maar het is niet de eerste keer dat we hier zo staan. Het is al meerdere keren. Toch? En dan gaan we verder. Het gaat niet alleen om het vervoer. Okay. Toch? Of die vervoerstoelage aanpassing. Het gaat om meerdere dingen. Zoals? U hebt hier, kijk, wij werken hier op basis van wat de regels zeggen. We hebben een 5-daagse werkweek, zegt men. Zaterdag en zondag, omdat wij deel uitmaken van, in deze tijd noemt men het de essentiële dienst. Dus wij werken gewoon door op de zon- en feestdagen. En de zaterdagen. En dat wordt berekend als overwerkvergoeding. Overwerkvergoeding, wat ik heb meegemaakt hier ooit, werd betaald op kwartaalbasis. In der tijd is het zodanig uit de hand gelopen dat men ons heeft betaald. Na 3 jaar of 4 jaar kon je je geld krijgen. En u weet, de laatste tijden in Suriname zijn de koersen niet op 1 maand gebleven. Je kreeg dan devaluaties. En je krijgt je geld pas na 3 jaar. Oké, maar dat is toen weg. We hebben het kunnen regelen met een OD die vroeger hier was. Het is gekomen op jaarbasis. Volgens de regels, volgens mij, is het op kwartaalbasis. Maar goed, we waren tevreden met die jaarbasis. Wat blijkt nou? 2019 hebben ze ons nog steeds niet uitbetaald. Of een deel is al betaald, een deel niet. En die beschikkingen zijn achtergebleven. Dus we kunnen nu niet zien waarvoor men ons heeft betaald. Specificatie is er niet. En blijkt dat de bedragen niet kloppen. Toch?
En dan moeten we zelf een berekening maken en dan komen we achter iets. Maar ik kan dat nou niet prijsgeven omdat ik geen, dat ding niet op papier uitgewerkt heb gehad. Want het wordt betaald middels een beschikking. We krijgen hier een ding van, hé, je zon- en feestdagen worden verkocht op basis van deze omschreven dingen. Dat hebben we niet gehad. Een deel heeft volgens mij niet eens iets gehad. Toch? Dus daarvoor vechten we ook. Er is ook nog iets die aangehaald moet worden, is onze jubileumuitkeringen. Wanneer u 25 of 30 jaar in dienst bent bij de overheid, dan is er een regeling dat je, nou ja, hoe noemt men dat? Men noemt het gratificatie of zo, houdt u me ten goede. Zoiets krijg je. Meneer Ganesh, er zijn mensen die dat nog niet eens hebben ontvangen. En daar praat ik niet over 30 jaar, ik praat ook over de periode toen ze al 25 jaar in dienst zijn. Toch? Dus dat speelt ook een rol. Ja. En je hebt ook nog hier controleurs die pas zijn aangetrokken, misschien 2 jaar of zo. Vanaf juni had men beloofd, of niet vanaf eind juni had men beloofd, uitbetaling van die aangepaste vervoerstoelagen. Niks van gemerkt, toch? En dan zou ik als een verantwoordelijke bijvoorbeeld van deze ministerie zou ik zeggen, heren, kijk nou, we hadden beloofd, maar het lukt even nog niet. Dat zelf heeft men niet gedaan. Dus wij moeten nou zelf op zoek gaan naar informatie. En we zijn afgelopen maandag, hebben we hier besloten dat we in actie gaan. En er is al een week voorbij, meneer Ganesh. En we zijn al een week in actie. Al een week. En geen van ons. De leiding hier, dus geen enkele leiding van het ministerie, van de afdeling, heeft de moed of de durf genomen om ons te zeggen van heren, kijk, het is nog niet zo ver. Toch? Dus u praat met mij hier of ik praat met u hier, ik leg wat uit. Maar we weten niet wat er nou even precies gaande is. Geen uitnodiging, de bondsvoorzitter heeft ook geen reactie gehad. Er is doorgebeld. Niks. Dus we staan hier en ik denk dat we eventjes zo door zullen gaan. Wat houdt de actie precies in? De actie houdt in dat we geen veldwerk verrichten. Dus de scholen niet aandoen. Ja, de wachters zullen verlofdagen willen of vragen misschien. Of ze zullen. Kijk, onze taak is ronde doen op de scholen, controle uitvoeren. Ja, zoveel mogelijk de wachters die verlof willen hebben, verlof opmaken, ziekenbriefjes aannemen. En dus laten we zeggen, wij zijn het contactpersoon tussen hun en onze afdeling hier. En dat gebeurt nou niet. Dat is de actie. Dat is het. En wat er verder zal gebeuren, moeten we even nakijken of bespreken. Daaraan kijken en bespreken. Maar tot nu toe is het dit. Ja. Dus terwijl jullie al een week in actie zijn, is er geen notitie genomen? Er is geen notitie genomen. Geen enkele reactie van geen enkele zijde. Ja, kijk, onze OD is vlak hier. Vlak hier in het gebouw daarvoor in. En nihil, nothing. Wie is de onderdirecteur? Meneer Ganesh, ik ga je zeggen, ik heb er niet eens gezien. Ik heb gehoord dat er een vervanging is gekomen. Waar de andere OD hier, die is al weg. U weet hoe het in Suriname gaat. Men gaat politiek iemand benoemen. We hebben er nog steeds. Ik heb gehoord dat het een zij is. Maar kijk nu, normaal wanneer er een andere OD komt, dan maakt men een rondje. Men komt en zegt van kerafdeling, zegt men, kijk. Ik heb kennis gemaakt. Nothing. Dus als u mij nou vraagt naar naam en zo, ga ik u niet kunnen zeggen. Maar er is wel een OD. Ja, een tijdmeter in functie. Ja. Kunt u wat vertellen over uw eigen situatie? Nou, ik werk al een aantal jaren bij onderwijs als controleur. En er gaan heel veel zaken scheef. Waaronder we steeds aan de bel moeten trekken. Dat het gaat om vervoerstoelagen. Het is al verjaard. We krijgen een vervoerstoelage van 160 SAD per maand. En het is niet rendabel. U weet, elke keer hoor je maar benzine wordt verhoogd. Maar die vervoerstoelage, oftewel benzinetoelage willen we zeggen, wordt niet verhoogd. En wat zet u in? Auto. Auto, ja. Auto. En af en toe, natuurlijk als mijn auto uitvalt, dan ben ik met de brommer. Dus beide. Ja, dat is het. Hoeveel kilometers heeft u in een week?
in een week. In een dag moet het zijn tussen 10 en 15 kilometer in een dag. Dus dan dat weet je zelf hoeveel in een week kan zijn. Als ik de hele week moet rijden. En, dat is redelijk. Vervoerstoelage, hoeveel zou dat moeten zijn volgens jullie? Dan moet er een hele berekening gemaakt worden, want gezien de situaties, alle die verhogingen die in plaats zijn gevonden, hebben gevonden, van vervoer van benzine, dan begrijpt u dat het is helemaal, sinds 2017 zijn we bezig hiermee, met de verhoging van de vervoerstoelage. En u kijkt, het is al verjaard, toch? En nu zijn we met een benzineverhoging van 15 SRD per liter. Dus het is gewoon erg. Het is triest. We komen niet uit met wat we moeten doen. Met onze werk. We kunnen onze werk niet volledig doen. Begrijpt u? Dus dat is het. Ja, nee, ik wil aangeven dat werkelijk de maat al vol is. Want we sinds 2017 al bezig zijn. Met dit vraagstuk van vervoerstoelagen op een prijsniveau van 160 SRD. U ziet zelf de verhogingen van de benzineprijzen momenteel 15 SRD. Dat is geen onwil dat we niet het werk willen doen. Het is geen onwil, maar dit is nu gewoon onmacht. We kunnen het niet meer volhouden. En er is al dus zoveel toezeggingen naar ons toe gedaan. En nu moet de realiteit dus nu wel bewezen worden dat het dus werkelijk zo is dat wat het ministerie ons heeft toegezegd, zodat werkelijk nu werk van maken dat we kunnen beschikken over onze tegoeden. Ter verduidelijking, men praat niet over... Een beetje naar de kamer. Oké. Wij praten hier niet alleen over de controleurs van Paramaribo en Wanica. Landelijk. Toch? U hebt ook controleurs die van Coroni zijn, van Saramaka zijn. Die zijn wel niet hier. Zijn niet allemaal hier. Ik denk niet dat we van Saramaka hier hebben. Toch? Maar dat zijn ook die rayonnen. Toch? Een voorbeeld. Iemand moet helemaal van het centrum Para rijden naar Sanderij voor een controle. Meneer Ganes, met een vergoeding van 160 SRD per maand. Kunt u even verduidelijken hoor. Dus als u zegt jullie moeten controleren, wat doen jullie precies? Ja, controle betekent, is net wat ik eerder aanhaalde, wij gaan op de scholen de controle doen, omdat er altijd volgens de dienstrooster een wachter op school moet zijn. En dan nemen we op wat de wachter te zeggen heeft van bijzonderheden. Zo niet. En zijn aanwezigheid. En zijn aanwezigheid wordt op een presentielijst getekend. Dus wij zetten een tijd dat we daar zijn aangekomen en we hebben die man daar aangetroffen en hij gaat tekenen op die presentie, voor zijn aanwezigheid. Dat is het. En net wat ik eerder aanhaalde, alle bijkomende zaken, als hij iets rapporteert van er is ingebroken op school of zo, of hij ontdekt een calamiteit, dus dat moet ook gerapporteerd worden. En hij rapporteert het aan ons en wij brengen het naar hier. Ja. Dus dat houdt er zoal in. Dus wanneer wij hier praten, praten we niet alleen over Paramaribo en Wanica, want meeral gaat het misschien daarop uitkomen, maar het gaat om landelijke dingen, controleurs die in dienst zijn van Minov. Of Minov C, sorry. Dat is het.